Terwijl ik kom natuurlijk uit Den Haag. Ja, en in Den Haag, bij ADO Den Haag, gaat het niet zo goed. Sportief en bestuurlijk loopt het niet lekker. En dat druk ik me eigenlijk nog heel voorzichtig uit. Want al ruim 2 jaar gezeik met de Chinese eigenaar Wang, die zijn financiële beloftes niet of nauwelijks nakomt. En op het veld won ADO maar 2 keer in de laatste 15 duels. Een club in verval. Hoe nu verder? Goedemiddag, Lex Schoenmaker, Mr. ADO, jarenlang speler en 3 keer trainer geweest bij de club. Goedemiddag. Ja, meneer Schoenmaker, Wang was vorige week in Den Haag. Heeft u hem al gesproken? Nee, ik heb hem alleen bij de wedstrijd gezien die we speelden. Ja. Tegen Ajax. Hoe is u Chinees? Nou, niet meer als nummertje 33 en 17 en 21. Dus, ja, precies. Ja, een Goloyuk, dat lukt ook nog wel. Hij heeft inmiddels 2,5 miljoen aan de club betaald. Kan de vlag dan uit? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat de vlag nu wel uit kan. Omdat de club is weer. Die blijft in ieder geval bestaan. Hè? Want dat zat natuurlijk eraan te komen dat het failliet zou kunnen gaan. Nou ja, dat is nu met dat geld wat die meneer Wang overgemaakt heeft, is dat voorkomen. Ja, ik zat even te googlen en ik las een bericht dat u bent gekleineerd door de club. U mocht van oud-directeur Jan-Willem Wicht niet meer u bemoeien met technische zaken. Hoe is dat nu? Hoe dat nu is? Nou, op een normale manier wordt er gevraagd door de directeur en door de technisch manager en door de trainer. Gewoon de dingen dus die in het voetbal voorkomen. Van, ja, wat vind je ervan? En wat denk je ervan? Nou, dat is de enige. En u wordt weer geraadpleegd. Ik word nu weer geraadpleegd, ja. Het faillissement lijkt dan afgewend, maar de na-competitie die dreigt, dat zag u van tevoren niet aankomen, denk ik. Nou, maar je moet zo zien dat vorig jaar is natuurlijk zijn ze goed geëindigd. En er liepen natuurlijk contracten af, waren hele dure spelers aangetrokken. En er liepen veel spelers liepen er uit hun contract en die gingen naar een andere club. Dus dan moesten dat mensen op heel korte termijn weer bijeengezocht worden om ADO in ieder geval niet te versterken, maar in ieder geval gelijkwaardig te laten. Ja, maar gaat dat lukken? Denkt u dat ze het overleven? Of met de hak over de sloot? Nou, ik denk dat het wel lastig is, maar kijk. Gezien de jongens die nu aangetrokken zijn, dat is voor weer korte termijn. En ja, dan moet je gewoon een beetje ook geluk bij hebben. We gaan het zien. De trainer had het niet. Die heeft natuurlijk niet veel geluk gehad met de zware blessures die hij dit jaar ondervond. We gaan het zien. Dankjewel, Lex Schoenmaker.